Hallo, ik ben Hinke en dit is de engelenkaartlegging voor de tweeling voor in november. Ik heb de kaarten van de aartsengelen en daar ga ik kijken wat de engelen willen doorgeven voor jullie in november. Eerst kaartje. Het wordt een driekaartslegging. Verleden, heden, toekomst. Okay. Dat zijn duidelijke kaartjes. Gaan we even bij het eerste kaartje beginnen. Het eerste kaartje is geliefde vriend of vriendin. Is aartsengel Gamaliel. Ik zal je helpen om een spirituele verbinding met je tweelingziel aan te gaan. En dat is in het verleden, hè? Recente verleden. Dus misschien heb je al gevoeld dat je met een bepaalde persoon echt een hele goede band hebt. Dat hij je begrijpt zonder al te veel woorden, dat jullie elkaar heel goed begrijpen. Hè? En daar ben je eigenlijk al een beetje mee geholpen om die verbinding met die persoon aan te gaan. Door mensen in je omgeving of misschien is het gewoon van bovenaf een beetje begeleid. Maar gaan we wel zeggen van gebruik die persoon goed in de toekomst, zeg maar. Die tweeling of die tweelingziel, die mag, jullie mogen samen gaan groeien, zeg maar. En dan komt Haniel. Haniel, ook de engel van de maan. Dus die met deze volle maan is hij ook natuurlijk belangrijk. Hij of zij, hè? Engelen zijn altijd, de meeste zijn zowel man als vrouw. Je bent op dit moment extra ontvankelijk voor allerlei energieën en emoties. En respecteer jezelf en je gevoelens. Dus, het nu. Zullen we eens even de engelen vragen wat ze precies ermee bedoelen? De engelen zeggen, kijk niet vertwijfeld achterom. Wees wees gewoon gericht op dag voor dag leven. Vraag eventueel om bescherming van aartsengel Michael. Daar zou je de jas van kunnen aantrekken. Je kan een wit veld om je heen vragen. Of gewoon de engelen vragen of ze je kunnen beschermen. Maar eigenlijk als je dag voor dag leeft, dan komen er gevoelens in je op. En dan zeggen de engelen, en dan zou het zo goed zijn om eens te kijken van, goh, hoe voelen die gevoelens nou? Wat doet dat met mij? En probeer ze dan eens los te laten. Dus dat je eigenlijk zegt, ja, ik kan wel steeds al die emoties in mezelf opslaan, maar ja, dat leidt eigenlijk nergens toe. Dan krijg je eigenlijk, word je eigenlijk alleen maar op den duur misschien een keer ziek van. Hè? En je mag je alleen maar op jezelf blijven richten. Dus vertrouw ook op je innerlijke stem, op je intuïtie. Ga lekker de natuur in. Hè? Luister naar lekkere muziek. Al dat soort dingen kunnen je helpen om lekker tot jezelf te komen. Maar er ligt wel een heel mooi kaartje voor de toekomst, namelijk welvarendheid. Dus tweeling, Ariel komt. Ariel, de engel van moed en vertrouwen. De engel die altijd met een leeuw wordt afgebeeld. Maar hier komt zij ook om te zeggen tegen jullie, alles wat je in materiële zin nodig hebt, kun je krijgen als je je intuïtie volgt. Zodat je dromen verwezenlijk kunnen worden. Dus je hebt een persoon en die heb je even nodig. Misschien juist nu, in de tijd van nu, dat er misschien wat emoties omhoog komen. Maar als je die een plekje kan geven, als je die los kan laten en jezelf zegt van oké, het moet maar een keer mijn lijf uit. Misschien zal een heling voor jullie ook nog wel goed kunnen zijn, hè, als je het zelf niet helemaal op kan lossen. Maar
Ariel komt, dat die zegt, als je gewoon goed bij jezelf blijft, dingen verwerkt, dan kan alles wat je nodig hebt, ja, dat kan betekenen dat je opeens een meevallertje krijgt, een promotie krijgt, dat je de loterij misschien wint, of dat kan van alles zijn, maar universum is natuurlijk super rijk, hè, overvloedig. Dus vraag eventueel om hulp. Als je zegt van, nou, ik struggle ergens en het gaat niet. En ik heb gewoon in de basis meer geld nodig om gewoon vol vertrouwen te zijn. Weet dan dat het eraan komt. Hè? Met zo'n 3 tot 6 maanden. Oké, ik heb nog even een extra set. En dat zijn de kaartjes van Annelies Hoornik. En dat wordt nog even een extra toegevoegd kaartje op deze kaartlegging. Oké. Kijk eens, een mooi kaartje van overtuiging. De engel van geborgenheid. Vertrouw op onze hulp om de structuur terug te vinden naar plotselinge inzichten en veranderingen. Geborgenheid die je kan vinden door je vriendschap. Relatie met die tweelingziel. Ja, veranderingen. Het is een tijd van nu van verandering. Hè? Dus voel je ook geborgen door de engelen. En dan moet ik even uitleggen. De engelen kunnen alleen maar bij je zijn als je om hulp vraagt. Hè? Dus doe dat ook. Wees zo concreet mogelijk. En vraag om hulp. Vertrouw op onze hulp, zeggen de engelen. Oké. Dus je zit erg bij de eerste twee kaartjes. Dat je nu kan zeggen, oké, ik zie de zon daarachter stralen. Weet je, ik mag me geborgen voelen tussen fijne mensen. Negatieve mensen, doe ik maar even wat wegzetten. En dan is het zo. Ja, het levert alleen maar iets moois op, maar het is even een procesje waar je doorheen moet. Maar dat zal mooie resultaten brengen. Dus lieve tweelingen, ik wens jullie een hele mooie maand toe. Alle goeds. Hieronder kunnen jullie mijzelf vinden voor eventuele reading of healing voor persoonlijk. En ik zie jullie volgende maand. Veel liefs!